Goedenavond, dit is PNM Actueel. Met vandaag. Landelijke gedenkplek voor vermiste dieren in Grassoek. Armand Romy Schneider in Panningen. En de voetbalderby Helden tegen Baarlo. De eerste landelijke gedenkplek voor vermiste huisdieren ligt in Grassoek. Op natuurdierenbegraafplaats De Aarde is een plek ingericht waar mensen kunnen stilstaan bij weggelopen of gestolen huisdieren. Zondag werd de gedenkplek onthuld door het ophangen van de eerste plaquette van een vermiste hond, de Engelse bulldog Dora. Initiatiefnemer Jos Nooyen zag op Facebook veel berichten rondgaan van mensen die op zoek zijn naar een vermiste hond of kat. Hij wil die mensen een plek geven waar ze in alle rust kunnen denken aan een dier. Optreden in het theater van Pelemaas. Het is even wat anders dan een voorstelling in het gemeenschapshuis. Een groter podium, groter publiek. Een uitdaging voor toneelvereniging Culturele Ontspanning Meijel. Voor het eerst trad het gezelschap op in Dok 6. Het is wel naar aanleiding van de toneelvereniging Maasbree. Die heeft hier ook al een paar keer gespeeld. En die waren erg enthousiast. Dus wij hebben van dit jaar ook de stap genomen. We hebben nu 2 weekenden in Meijel mogen spelen in de Binger. En dan nou in een echt theater hier in Dok 6 in Panningen. Nou, dat is gewoon geweldig. Wat is het verschil tussen Dok 6 en de Binger? Nou, het lijkt allemaal wat echter. Als je hier naar kijkt, hier achter de schermen, je hebt een echte griemlokaal met de lampjes die je normaal gesproken op televisie ook ziet. En de kleedruimtes, het decor, de zitting van het publiek. Ja, dat is gewoon fantastisch om dat mee te mogen maken. De subsidie van 2 ton per jaar voor Dok 6 leverde tijdens de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen weer verhitte discussies op. Voor de ene partij een goed bedrag, de andere partij vindt de subsidie te hoog. Want nu krijgen ze in ieder geval de mogelijkheid om in een groot theater te spelen. Dus ze hebben allebei de mogelijkheden. Ze hebben de mogelijkheden om echt in dat grote theater te spelen. En ze hebben de mogelijkheid om evengoed in hun eigen kern hun hobby uit te oefenen. Meneer Willems. De markt is te klein om dit theater op deze wijze in stand te houden. Nu is het 2 ton. Trek had wat fout, dan wordt het 2,5 ton, zo werkt dat. Ik vind dat de discussie moet er zijn, dat is geen probleem. Alleen denk ik dat je moet kijken om meer publiek hier naartoe te krijgen. Zodat het beter zichzelf kan bedruipen. Dus dat er niet zoveel geld naartoe zou hoeven. Maar dan moet er dus meer publiek komen. Het publiek trekt nog te weinig hier naartoe. Ja, er gaat veel geld in om. Al denk ik wel dat je daar ook wel creatief mee om zou moeten kunnen gaan. Proberen zoveel mogelijk binnen te halen, zoveel mogelijk lagen van het publiek te kunnen trekken. Dus ik denk dat je hier alles in één hebt, dat het heel goed is. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat het geld wat hier naartoe gaat, dat er niks meer naar de dorpen rondomheen gaat. Want ook daar is het belangrijk dat er een cultureel centrum blijft bestaan, bijvoorbeeld. Met de aanstelling van Dries Floris als nieuwe directeur van Dok 6 in september vorig jaar, veranderde de koers van Dok 6. Het is voor verenigingen in Pelemaas goedkoper om op te treden in het theater. Voorheen was het echt onbetaalbaar om als dorpsvereniging hier op te treden. Maar de nieuwe regeling is zo gunstig dat je er eigenlijk bijna geen verlies op kan leiden. Ik denk om een goed cultureel hart te hebben met allerlei kleine culturele subharten is zeker heel belangrijk. En daarom is het voor ons ook een keer belangrijk om hier te kunnen spelen. En dat de drempel ook niet te groot is om hier te mogen en kunnen spelen. Afgelopen weekend stond de Meijelse toneelvereniging op het podium in Panningen. Bijzonder aan de voorstelling, een konijn van 1,86 meter. Ja, het stuk heet Harvey. Het gaat over iemand die heeft ooit een groot wit konijn gezien wat hij nu als zijn vriend beschouwt. Het is natuurlijk de vraag, is het grote witte konijn er ook echt, ja of nee? De theaterzaal was goed gevuld het afgelopen weekend. De toneelvereniging in Meijel heeft de smaak te pakken. Nou, wie weet, we spelen nu het weekend dus hier in Dok 6. En daarna gaan we met z'n allen om de tafel zitten en dan gaan we eens alles bekijken hoe het ons heeft ervaren. En we zullen zien of we de stap volgend jaar hier verder door gaan zetten. Dit is hem dan.
De bedelarmband van de Oostenrijkse actrice Romy Schneider, bekend van een rol als Sissy in de gelijknamige films. De armband is een week lang te bewonderen bij juwelier Van Doren in Panningen. Ja, een toeval dat iemand mij gevonden heeft in Nederland. Doordat er foto's gemaakt zijn van shops die de collectie van hem verkochten. En daar stond mijn naam boven. En op een gegeven moment heeft hij via een medewerker volgens mij geprobeerd contact met mij te leggen. Dat is gelukt. En toen bleek dat wij bijna 40 jaar geleden met elkaar samengewerkt hadden in Pforzheim bij een andere firma. En daar lag de armband. Deze Giorgio Martella kocht de armband in 1982 op een veiling. Nu is hij voor het eerst in Nederland. Het bijzondere is aan de armband is dat hij een verhaal vertelt over het levens van Romy Schneider. Als ze een film maakte, werd er een bedeltje bijgekocht. Als ze op vakantie gingen naar Brussel, werd er een bedeltje bijgekocht. Haar vrienden kochten een bedeltje. De eerste première van een film, daar werd een bedel gekocht. Het vertelt het hele levensverhaal van Romy Schneider. Een van de bedeltjes is een klein kluisje dat zelfs te openen is. Heeft u dat al geprobeerd? Ja, ik heb het geprobeerd. En zat er wat in? Er zat helaas niks in. Toch blijft de armband bijzonder. Vroeger werden de bedeltjes aan het sieraad gesoldeerd. Tegenwoordig worden de bedeltjes aan het sieraad gehangen. Het is een makkelijker. Het is gewoon doordat de prijzen van het solderen en dergelijke, het kost natuurlijk heel veel geld. En dat is bijna niet meer mogelijk. En zeker niet bij een gouden armband. Al moet je bij een gouden armband natuurlijk op de eerste plaats zeker zorgen voor de veiligheid. Zul je hem moeten solderen. Maar met zilveren armbanden zou het echt te duur worden. En hoeveel is zo'n armband nou waard? Als hij nu verkocht zou moeten worden, denk ik dat het minimaal 25.000 tot 30.000 euro moet opbrengen. De armband verblijft een week lang in Panningen. Na 21 april vertrekt het sieraad weer naar Duitsland. Tot die tijd zit de bedelarmband veilig achter het glas. Vijf verenigingen uit Peelmaas in de top 5 bij de uitslag van de Rabobank Clubkastcampagne van de Rabobank Peel, Maas en Leudal. Woensdag werd de top 5 bekendgemaakt tijdens de verenigingsavond van de bank. Gymnastiekvereniging SSS Helden kreeg met 398 stemmen de meeste stemmen van de leden van de bank die een stem konden uitbrengen. Daarmee ontvingen ze een bedrag van ongeveer 2100 euro. Op de tweede plaats eindigde KBO Meijel, Stichting Kindervakantiewerk Maasbree, werd derde. Beide verenigingen kregen een cheque van ongeveer 1900 euro uitgereikt. Ook Fanfare Sint-Cecilia uit de Helden en Erke MSV uit Meijel eindigden in de top 5 van de meeste stemmen. Elke vereniging ontvangt van de Rabobank een geldbedrag dat correspondeert met het aantal uitgebrachte stemmen. De contouren van de huidige school in Beringen uit 1926 blijven behouden, maar het wordt wel in een modern jasje gestoken. Zo gaat de nieuwe brede school in Beringen eruit zien. Woensdag 9 april zijn de art impressions van de nieuwe school bekendgemaakt. Het karakteristieke beeld aan het centrum blijft behouden. Daarnaast werd bekendgemaakt dat er een dorpscoöperatie wordt opgericht. Deze coöperatie wil een overkoepelend orgaan worden waarin burgers en bedrijven in Beringen elkaar helpen. Ook zal deze coöperatie een functie gaan vervullen op het gebied van de zorg. Het afgelopen weekend stond bol van de sportieve activiteiten in onze gemeente. De beukenrijden in Maasbree stond in het teken van de paardensport. Twee dagen lang demonstreerden zo'n 300 ponyruiters en 1300 landelijke ruiters uit de regio Limburg en Brabant hun kunnen tijdens het jaarlijkse concours Hippiek van de Kooiboys uit Maasbree. In Kessel vond het weekend een wielerronde plaats. Ook deelnemers uit Peelmaas stonden aan de start van de wielerronde, zoals Kesselnaar Edward van der Werf, die zaterdag aan de start stond van het avondcriterium. Op zondag nam plaatselijk favoriet Jur Ubelbak deel aan de jeugdronde. Zondag vond er ook een wedstrijd plaats in de topcompetitie van het aangepast wielrennen, speciaal voor wielrenners met een visuele of lichamelijke beperking.
13 april, Sportpark Kerkenbuske, de voetbalwedstrijd Helden tegen Boulder. Van cruciaal belang, want de ploegen staan allebei 1-0 laatste, hebben allebei 18 punten. Dus moet er door allebei de ploegen gewonnen worden. Vanmiddag hier in de Kerkenbuske in Helden. De voorzitter van VV Helden, Joost Hegenaars. Joost, hoe belangrijk is deze wedstrijd voor u? Heel erg belangrijk, maar ik denk voor Boulder net zo belangrijk. En van ons tweeën moet winnen, dat is altijd zo. Alleen, ja, we stonden allebei op het punt van degradatie als het niet goed gaat. Dus ik hoop dat we toch nog winnen van Boulder. Ja, we hebben allemaal niet gedacht dat we bij de jongste regionen zullen spelen vandaag. Alleen, het overkomt wel, ook bij Boulder. Dat klopt, ja, dat hadden we ook niet gedacht. Maar goed, het gebeurt en we kijken naar boven en willen ook vandaag winnen uiteraard. Spelers komen het veld op in het Kerkenbuske. Door moet gespeeld worden, want scheidsrechter Cox uit Rommeng heeft al gefloten. Dus zien we de wedstrijd begonnen, waarbij de eerste minuten verboden waren. De Helderse wel fel in de tackles, maar hij geeft Michel Hansel toch door. En het schot betekent ook direct de 1-0. En een deceptie voor de mensen uit Helden. Goed, Helden wel truc in de wedstrijd met een lange corner. Kopbal van Joep Huskes op de pol en dan opnieuw een kans. Die komt er niet en dan moet de bal eigenlijk teruggelag weer. Dat komt ook truc. Hij komt helemaal bij Jeroen Thijssen terecht. En dit dan via Michel Hansen ook weer de doelpunten. 1-1, Helden truc in de wedstrijd. En Wouter Pieter zo goed wil zitten dat het niet goed was. Goed, de wedstrijd gaat weer. Dus is er voor allebei de partij nog wat te horen. Helden in één keer de bovenliggende partij. Jules Stamme goed aangespeeld. Gaat Leon Pieter voorbij, kan hem niet stoppen. Komt de bal naar rechts toe. Dus staat Frank Kiede. Frank Kiede voor even de keeper. Oei, oei Frank, wat een kans. Dus Helden neer de voorsprong. Het heide 2-1 voor Helden. Moeten zien. Hij een overtreding van Brian Mankic. Die later in de wedstrijd misschien nog wat gevolgen zal hebben. De wedstrijd gaat weer en Boulder in de aanval. En de rechterkant is het ook opnieuw. En Guus Kessel steekt door een speler neerlijk. Ook dat heeft later in de wedstrijd nog gevolgen. De gele kaart was er. Boulder opnieuw in de aanval. Helemaal uit het niks terug. Komt Michel Hansen met de bal voor. Komt de bal door bij Wouter Pieters. Met een beetje geluk. Maar hij hoopt vernietigend goed. En brengt Boulder op een 2-1 voorsprong. Tweede helft. Boulder moet de voorsprong weer te behouden. En Helden moet in de achtervolging. Eerste bal, knullig balverlies. Hey, daar stond Pieters. En dan komt de bal direct bij Michel Hansen terecht. En kijk eens wat hij een kans kreeg. En Michel Hansen vernietigend. En dan kan de keeper er nog wel even aankomen. Maar het is wel 3-1 voor de roetzwarte uit Boulder. Helden dus diep in de problemen. Helden opnieuw in aanval. En de linkerkant, Jules Stamme, gaat zien de man voorbij. Kan dit een bal voor zitten. De bal komt voor. En dan is het Frank Gide die de bal zoemer inloopt. En 3-2 maakt Helden truc in de wedstrijd. Helden opnieuw in de aanval. De overtreding komt al, jawel uur. En een felle inkomen. Natuurlijk is dat een fluitsignaal. Een geel kaart voor Ton Pieters. En dan mag Roelbouten opstaan en verder gewoon opnieuw. Helden moet druk zitten, moet gewoon scoren. Van Zevenhoeven deed de bal voor kunnen krijgen. Ja, dat kan voor uur. Bij Jules Stamme, de Nederlandscup. Het heeft natuurlijk een doelpunt moeten zien voor Helden om terug in deze belangrijke wedstrijd te komen. Op die Helden in de aanval met Van Zevenhoeven. Kijken wat hij ermee kan doen. De bal gaat naar de rechterkant. Oei, en een overtreding van Brian Mankic. En de hit alweer. Geel en rood. Dus, dat is plaats voor iets. Brian Mankic moet naar de bank toe. Hij mag niet meer meedoen. Dan de bal er opnieuw met een lange trap. Komt de bal bij Frank Pieters. De spelmaker van Boulder. Hij kapt om het. Twee bewegingen zien de spelroute en een juweel van de goal. Jawel, Frank Pieters, de speelmacher van Boulder, maakt er 4-2 van. Prima succes voor Boulder. En kijken wat Helden nou interessant van deze wedstrijd nog kan doen. Kunnen ze nog terugkomen? Opnieuw Boulder in de aanval en dan is het opnieuw een kans. Nou, Schotman vrij voor de keeper gebracht. Kan hij dat dan aanpakken? Dat kan hij niet, want er staat een goede keeper. Knippenberg die de bal pakt. Helden kan de aanval niet afmaken. Komt er in ieder geval opnieuw een overtreding. Een overtreding van Guus Kessels op in de Boulderspeler. En je waarde is het tekstje, maar de komt wel de tweede geel kaart. En ook voor Guus Kessels is het douche. Roeie kaart. En dat heeft de wedstrijd niet verdiend. Helden heeft niet kunnen winnen. Boulder neemt de punten mijn hoes toe in deze belangrijke wedstrijd in de onderste regionen van de derde klasse C. Trainer van Boulder, Ron Spruit, heeft uw verbinding binnen. 4-2, Ron. Ja, heerlijk.
smaakt goed, een keer de overwinning weer. Is lang geleden. Smaakt goed. Michel Hansen truc, de ploeg misschien wat completer. Tegen de vorige wedstrijd al aardig gespeeld. Wat is er deze wedstrijd gevuld? Nou, het is eigenlijk al de laatste weken dat iedereen wel terug is. Alleen de punten blijven uit. En we spelen al 3 weken nu in dezelfde samenstelling en dat betaalt zich wel uit. Goed. We zien het niet veilig voor de wedstrijd. Nee, ik denk dat het tot het einde duurt om te kijken in deze klasse wie er veilig is. Wij moeten gewoon zorgen dat we de wedstrijden blijven winnen. We hebben nog 2 concurrenten, Irene en Mulo, de laatste 2 wedstrijden. Dus ja, daar moet je gewoon de punten pakken en ben je veilig. Ja, laat ik beginnen bij het begin. Ik denk dat de eerste helft de betere kansen voor Helden zien. Dacht ik. Daar zien we niet scherp in de afronding. Dat betekent dat we door, denk ik, met 2-3-1 de rush in moeten. Ja, maar vervolgens hebben ze dan de individuele kwaliteit bij borden lopen. En daar hebben we het ook over gehad. Jongens die niet in de wedstrijd hoeven te zitten voor een goal te maken. En bij de rust is het eind 2. En ik heb ook tegen de jongens in de rust gezegd van, nu is er, als we dit vasthouden en we kunnen druk zetten voor Roet op de zwakste linie van Bolder, dat is de achterhoede. Ja goed, dan komen er weer kansen en dan moeten we scherper zien voor de goal. Dus dan spelen we ons in de wedstrijd. Nou ja goed, en dan hebben we jouw kans denk ik voor de wedstrijd nog toe te trekken. Nou goed, dan krijg je het moment van Ton 15 seconden nog rust. En dan denk ik dat dat een cruciaal moment is en dat de wedstrijd denk ik gespeeld is. En tot zover PNM Actueel voor deze week. Heeft u een nieuwstip voor de redactie? Mail naar redactie@peelmaas.com. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.